hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Dus dan gaan we weer trainen. Dan ga ik nog meer doen. Ja, ik ga nog even fietsen. Het is mooi weer, maar ik denk dat het koud is. Ja, en die laatste 12 kilo er even afhalen. Wat heb ik als ontbijt? Ik heb Activa. Heb ik als, dat stond nog in de koelkast. Activa en hoed op. Heb ik in de, als ontbijt. En ik heb Capina yoghurt. Met een smaakje. Dus dat moet het wezen voor vanmorgen. En ja, ik heb niet veel meer te melden. Ik ben gisteravond eigenlijk bezig geweest met een nieuwe muziek te laden voor onder de training. Want ik had er 444 nummers op staan, maar die heb ik nou al 3 keer gehoord. Dus, nou, ik zie u tussen de middag. Onverantwoorde situatie. Goedemiddag. Het is weer de lunchtijd. Dus en voor de criminelen is het big business, zegt de doping out. Ik heb mijn training weer gedaan. Ik heb een paar nieuwe dingen uitgeprobeerd. Jezelf optrekken. Dat lukt me 5 keer. En dan is het echt over. Dan zeggen we de armen van we laten los van je romp. Jezus. Wat een geweld is dat. Wat heb ik als lunch? Ik heb een salade met tonijn in groente, zoals het heet. En heet in de pens om bij te komen, want ik ben echt een beetje af. Het is dit oranje spul. Rode peper, bleekselderij, wij en sinaasappelsap. Het is, het is een beetje troosteloos weer. Het is erg herfstweer. Ja, als ik het niet vergeet, zal ik u vanmiddag meenemen. Ik ga nog een eentje fietsen. En dan is het kloes voor deze dag. Want ik ben echt een beetje aan de kapotte kant. Dus. Hey, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij. Wat eten we vanavond? Ja, wat eten we vanavond? Nou, ik eet bloemkool met curry. En dan gaat bij tomaat. Wat hebben we nodig? Bloemkool. Knoflook. Een tomaat. Gember. Rode peper. En curry. En dan heb ik nog een kippenbout erbij. Ik heb er nog een kippenbout bij. En die staat nu in de oven. In zijn eigen vet te garen. Dus. Allemaal low carb. Oftewel koolhydraten. Arm. Dus niet veel koolhydraatjes. Oké. Ik zie u aan tafel. Een goedenavond, we zitten aan tafel. En wat heb ik gemaakt? Dat weet u. Curry bloemkool met tomaat, rode peper en gember. Dit is hem. Even de dag doornemen. Ik vind het steeds gezelliger worden op in de sportschool. Vanmiddag moest ik gewoon op een gegeven moment echt mijn jas aan gaan trekken, want anders kwam ik, had ik het vanavond nog eens even. Ik had om te lachen. Maar het gaat hartstikke goed en iedereen, ik liet aan een paar mensen dat briefje zien. En die waren allemaal trots. Vooral die instructeur. En die zegt, we gaan
hij wil op de grond zien liggen met, dat, met die up-controller. Dat is dus waar je buikspieren mee doet. Hij zegt, nou, morgen gaan we eens even een paar oefeningen doen zonder dat ding. Dus als ik morgen pijn in mijn pins heb, dan weet ik waar dit voor komt. Dus, ja, ik las ook nog, ik heb nooit zoveel tijd, ik scan altijd de koppen. Maar ik had vanmiddag wat meer tijd, omdat het was gewoon slecht weer, maar ik heb toch nog 18 kilometer gefietst. Maar ik las in de krant van, de PvdA gaat mensen helpen. Ik heb er nooit zo over gelachen. Het spijt me wel hoor. Ze hebben ze eerst iedereen in de armoede geduwd. En nu gaan ze, hoe heet het, zeggen, ja, wij hebben een netwerk. Ach, Spekman, ga toch heen. Speklap, ga schudderen. Nee hoor, dat is, je zal wel denken, waarom heb je zo'n hekel aan de PvdA? Nou, ik ken die mensen gewoon niet uitstaan. Het zijn geen socialisten, het zijn, bij hun geldt één ding. En dat is, je mag één keer in de 4 jaar op een knop drukken en voor de rest moet je spoel houden. En toen Kok aan de macht was, is een van de grootste kapitalisten geworden. Dus daarom heb ik zo'n hekel aan die gasten. Er is totaal geen inspraak. Alleen maar op een congres. En als je daar een grote mond hebt of je zegt wat hun niet zien, dan wordt de microfoon dichtgedraaid. Nee. Zoals nogmaals, dit voor die gasten. Maar ik ga eten, anders wordt mijn eten klaar. Koud. En hoe heet het, punk zit alweer te loeren op mijn kippenbout. Dus nee, maar die kippenbout, daar gebruik ik helemaal geen vet voor. Die leg ik in de oven. En die garen in hun eigen vet. Dus op 180 graden en dan een half uurtje. Dus ik kom geen pannetje aan te pas. Dus. Nou. Ik zie u morgen.